Joepie allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag weer een 10 random review video voor je. Is alweer een tijdje geleden en ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit dat ik nou een Instagram account heb. En dat ik daar ook gewoon heel veel losse producten op kan laten zien. En dat daarom de behoefte om een 10 random review video te maken er niet meer zo is. Want daar kan ik dus ook losse producten laten zien. Kijk alsjeblieft sowieso even op mijn Instagram. Vind ik heel erg leuk. Ik vrouwtje loves make-up X. X vrouwtje loves make-up X. Vergeet de X niet voor vrouwtje loves make-up. Ik zou zeggen laten we gauw gaan beginnen. Ik heb dus 10 random review voor je. Maar dit keer een beetje anders dan normaal. Want ik heb alleen biologische / fairtrade / vegan producten uitgekozen. Dus ze zijn of biologisch of fairtrade of vegan. Het is niet dat ik mijn kanaal daar helemaal op wil gaan richten ofzo. Maar ik vind het toch wel leuk om daar een beetje aandacht aan te besteden. Aan die specifieke producten. Ik heb het eigenlijk allemaal wel, misschien wel speciaal voor deze video gekocht. Maar ik gebruik ze eigenlijk allemaal naar volle tevredenheid. En dan vind ik het gewoon zelf goed als het zo, als ik gewoon tevreden ben. Ik zou zeggen laten we gewoon gaan beginnen. Het eerste product kon je ook al zien in mijn tops en flops video. Dit is de vitamine A reinigingsolie. Dit is van De Tuinen en Holland & Barrett heet het tegenwoordig. Maar het eigen merk heet nog wel De Tuinen. Overal zeg maar waar die flesjes op staan heet nog De Tuinen. Dus daar, ik was al benieuwd naar, want dit moest dus heel goed je huid reinigen en je make-up eraf halen. Ik zei in mijn tops en flops al gebruiken, niet op je ogen. Dat heb ik dus wel gedaan. Ik denk, oh, dan kan ik ook wel mijn ogen. Nou, de ogen branden uit je hoofd. Maar daar is het ook helemaal niet voor bedoeld. Als ik gewoon goed had gelezen, want toen deden mijn ogen het nog wel, dus dat is geen excuus. Dan had ik gewoon kunnen zien dat je deze niet op je ogen mag gebruiken. En dat je het echt op je huid moet gebruiken om je gezichtsmake-up eraf te halen en je huid te reinigen. En ik vind hem heel erg fijn. Hij haalt al mijn make-up heel goed weg. Het laat mijn huid super verzorgd achter zonder dat hij vet is, terwijl het toch een olie is. En ik vind hem zo fijn. Hij maakt mijn huid zo zacht en zo prettig. Ik kan daarna ook gewoon nog een nachtcreme of een olie aanbrengen eroverheen. Dus dat vind ik wel heel erg fijn. Hij heeft geen invloed op wat ik daarna aanbreng. Dit is echt een hele dikke aanrader. Te koop bij Holland & Barrett dus. Dan heb ik een conditioner van Petal Fresh. De Pure heet het. Dus inderdaad puur biologisch. Scalp Treatment Conditioner voor Healthy Scalp. Met Tea Tree. Hier heb ik de shampoo al volledig van opgemaakt. En die was 500 ml. Ik heb de laatste tijd, ontzettende jeuk op mijn hoofd. Dat ik echt gewoon zoveel moest krabben. Nou, dat ik het zeg, krijg ik het ook weer. En dat mijn hoofd ook heel droog aanvoelde. Er waren niet echt schilfeltjes te zien of zo. Maar als ik zo deed dan... Ja, het voelde gewoon droog aan. En toen ben ik de Tea Tree shampoo gaan gebruiken. Dus de shampoo die hierbij hoort. En daar was ik eigenlijk heel tevreden over. En toen zei ik tegen de kapsel van, ik heb jeuk op mijn hoofd. En die Tea Tree shampoo die doet wel iets. Maar ik heb de conditioner niet gekocht, want dat vond ik onzin. Want ik gebruik hier nooit conditioner. Toen zei ze, dat moet je nou eens juist wel gaan doen. Eén keer per 3 douchebeurten of zo gewoon een shampoo op je conditioner op je hoofdhuid gaan doen. Want misschien is je hoofdhuid wel gewoon heel erg droog. Toen heb ik deze erbij gehaald. Voor 5 euro is die bij de Kruidvat te koop. De Tuinen verkoopt hem ook. En ik geloof Ethos ook. Maar dat weet ik niet zeker. Ik merkte echt naast de shampoo dat deze ook echt gewoon een boost gaf tegen de jeuk. Dat het echt iets deed tegen de jeuk. En dat vond ik heel erg fijn. Er zit kokosnootolie in. Allemaal voedende alcoholen. En inderdaad ook tea tree en vitamine E en olijfolie. Dus ik heb wel echt het idee dat deze iets doet voor mijn hoofdhuid. Dus mocht jij ook jeuk hebben op je hoofdhuid, zou ik deze aanraden. En ook de shampoo die erbij had. En ook de shampoo van Eucerin. Ik kreeg een tip van iemand van Eucerin. Die vond ik ook heel fijn, de shampoo. Heb ik een face wash van het merk NAE Natural Antica Herborhysteria. Ik weet niet welke taal het is. Maar goed. Naturale. Misschien wel Portugees of zo. Want het is geen Spaans en geen Italiaans. Maar goed. Dit is dus van NAE. En dat is een merk dat te koop is bij de Kruidvat. Wat ook biologisch en puur is. En fairtrade en vegan volgens mij. Vegan in ieder geval. En 99%
natuurlijke oorsprong. Dus dat vind ik wel leuk om dan deze video te laten zien. Er zit inderdaad behoorlijk veel rozenwater in. Want dat is dus waar het mee pronkt. Dat hier het een rozenproduct zou zijn. Het ruikt inderdaad vrij rozig. Je moet ervan houden. Ik hou van rozen, dus ik vind het niet erg. En ik heb ook zoiets van, joh, als het nou echt te rozig zou zijn en ik smeer het op mijn gezicht en ik haal het eraf en het is weg, dan vind ik het goed. Ik vind deze een beetje slijmerig aanvoelen en ik weet nog niet goed hoe dat komt. Misschien wel door de glucoside die erin zit. Er zit trouwens ook aloe vera in en een heel klein beetje parfum. Dus dat zou misschien wel die 1% zijn die dan niet natuurlijk is. En die xanthan gum, dat kan ook wel een beetje voor dat slijmerige. Het voelt alsof er siliconen in zitten, maar die zitten er niet in. Laat ik het zo zeggen. Een beetje slijmerig iets, maar ik heb wel het idee dat daarom de face wash iets moeilijker van mijn huid te verwijderen is. Maar dat ik daarom wel een schone huid heb. Want als het dan helemaal weg is, dan heb ik het idee dat die gum viezigheid meetrekt of zo. Misschien zit dat tussen mijn oren. Maar ik vind hem dus in gebruik niet zo prettig aanvoelen. Maar mijn huid, het werkt wel heel goed voor mijn huid. En dat, ja, dat bekoort me wel, laat ik het zo zeggen. Hij is wel wat prijzig, maar ik geloof dat deze ook wel eens 1+1 zijn bij de Kruidvat. Dus dan zou ik hem aan willen raden. Dan iets wat ik in Frankrijk heb gekocht, maar wat ook biologisch is, is Mont Savon au lait. Dus mijn zeep met melk. De biologische zeep, maar douche hydratante, dus een hydraterende douchegel met abrikozen. Ik vind de verpakking verschrikkelijk, ik krijg hem nooit open. Dus hij staat altijd zo in mijn douche dat ik hem niet meer hoef open te maken. Want anders is het verschrikkelijk. De geur is heel erg lekker. Echt abrikozen, maar dan niet chemisch abrikozen. Dus dat vind ik echt heel erg fijn. Er zit salicylzuur in. Dat snap ik dan weer niet helemaal. Voedende alcohol, maar ook een alcohol die uitdroogt. De benzylalcohol, dat is niet goed voor je huid. Maar er zit ook glycerine in. En ook parfum. Dus ik snap eigenlijk niet zo goed waarom deze helemaal biologisch is. Ja, deze is 97% natuurlijk. En daar zit ook lemonwater in. Er zit toch nog best wel wat troep in. Maar hij noemt zich biologisch. En ik weet dus niet wat in Frankrijk en ook niet in Nederland de wetten zijn. Als je een product biologisch wil noemen, wat het dan aan moet voldoen. Maar er staat dus dat er 97% natuurlijke oorsprong heeft. Dat kan ik me niet heel goed voorstellen, want parfum staat op de tweede regel van de vier. Dus. Maar goed, cosmetiek bio. Ja, het staat er echt op, dus ik vond dat hij in deze video mocht. Hij ruikt heel lekker en ik heb het idee dat hij mijn huid niet uitdroogt. Terwijl er toch een behoorlijke dot alcohol in zit, wat op de tweede regel staat. En niet echt heel voedende ingrediënten. Ja, wel glucoside, dus een soort van glycerine, zeg maar. Maar ik zou hem wel willen aanraden, want hij ruikt echt heel erg lekker. Eigenlijk voor de zomer, maar dat maakt mij niet zo heel veel uit. Als hij lekker is, is hij lekker. Dan iets heel simpels, maar wat ik ook wilde testen en wat ik ook heb getest, zijn de Kruidvat biologische wattenschijfjes. Deze zijn duurder dan de gewone wattenschijfjes. En ik denk van, nou weet je wat, ik ga ze een keer proberen voor de video. Ik merk qua structuur, qua substantie eigenlijk geen verschil. Ik heb wel het idee dat deze iets meer pluizen. Maar misschien komt dat wel omdat er geen ingrediënten in zitten die ja, het boeltje bij elkaar houden, zeg maar. Maar ze zijn wel extreem zacht en extreem fijn in gebruik. En ik ga deze ook zeker opmaken. Of ik het daarna nog een keer koop, weet ik niet. Want ook de verpakking is gewoon van plastic. En of het nou echt iets bijdraagt aan het milieu dat je deze gebruikt in plaats van die andere. Misschien staat er wel iets op van ja, 100% biologisch katoen, zuurstofgebleekt en chloorvrij. Nou, die anderen zijn ook zuurstofgebleekt, maar die zijn volgens mij niet 100% biologisch katoen. Het zal vast wel iets bijdragen aan het milieu, maar dan denk ik, doe er dan ook een andere verpakking omheen. Dan heb ik weer een gezichtsmasker, of een gezichtsmasker, maar wel weer van de tuinen. Holland & Barrett, de Aloe Vera Gel Masker. Deze was ik vooral heel benieuwd naar, omdat ik de laatste tijd graag onder de zonnebank ga. Ik weet dat dat slecht is voor je huid, maar ik vind het zo lekker en zo ontspannend. En ik krijg al een beetje een kleurtje van. Niet te veel, maar wel meer. Nou schijnen trouwens de softbox op me, dus ik lijk alsnog bleek. En hier de ingrediënten trokken me ook heel erg. Het allereerste ingrediënt is namelijk al aloe vera. Daarna zit er glycerine in en nog allerlei, ja, nog een aantal voedende ingrediënten. Hyaluronsuur staat helemaal als laatste ingrediënt, dus daar zit nooit voldoende van in om effectief te zijn. Het is echt een, ja, een gel. Ik zal het eens laten zien.
En hij ruikt heel natuurlijk, heel groenig. Hij heeft ja, absoluut geen vieze geur of iets dergelijks. Maar gewoon heel, ja, en hij voelt ook een beetje zacht aan, lekker zacht aan. En ook na de zonnebank merk ik dat dit wel iets doet voor mijn huid. Voor een extreme gevoelige huid zou ik hem niet aan willen raden. Want daar gaat hij op reageren. Ik merk namelijk dat als ik dit te dicht rondom mijn ogen smeer. En dan bedoel ik niet hier, maar echt hier zeg maar. Dan merk ik al dat er een reactie komt. Dus voor de hele gevoelige huid zou ik hem niet aan willen raden. Want de huid rondom mijn ogen is heel gevoelig. En dan bedoel ik echt dit stuk zeg maar. Dus daar zou ik hem niet voor aan willen raden. Maar ik vind hem wel gewoon heel erg fijn voor mijn huid. Dan heb ik een pakje doekjes van Kruidvat Naturis. Die claimen ook biologisch te zijn. Daar hebben ze ook een micellair water en een zeep van, geloof ik. De Hydrating Facial Cleanser Wipe, Aloe Vera en Green Tea. Geschikt voor waterproof make-up. Nou, dat haalt hij bij mij niet weg. En dan vind ik jammer dat hij dat wel belooft en dat hij dat niet doet. Want hij geeft echt een beetje panda ogen als ik waterproof make-up gebruik. Als ik geen waterproof make-up gebruik, haalt het het prima weg en heb ik nergens problemen mee. Ik vind hem wel heel zacht. Mijn huid rondom mijn ogen kan hier tegen. Nogmaals, die is vrij gevoelig en die kan hier tegen. Ik vind ze misschien niet te nat. Ze hadden voor mij wel iets natter gemogen, omdat ik het idee heb dat het dan iets beter mijn make-up weghaalt. Maar over het algemeen heb ik hierover niet te klagen. Er zitten ook goede voedende ingrediënten in. Ik kan dus niet oordelen of het echt allemaal biologische ingrediënten zijn. Daar heb ik gewoon niet voldoende kennis van zaken van. Maar ja, ik had ze wel iets natter willen zien. Nog iets uit dezelfde lijn van de tuinen, de aloe vera. En dit is de face wash. En die ruikt hetzelfde als het gelmasker. En dit is dus om je gezicht mee te reinigen. Bevat geen parabenen, geen SLS, geen SLES, geen PEG. Geen idee wat het is. Geen MIT, ook geen idee wat het is. Geen mineralenolie, geen siliconen en geen kleurstoffen. En ook geen etalolamines. Dat zijn denk ik alcoholen of zo. En de ingrediënten zien er hier ook vrij goed vanuit. Het derde ingrediënt is aloe vera. Het tweede ingrediënt is ammonium laurylsulfaat. Dus een vervanging van SLS. En ik merk gewoon dat mijn huid hier eigenlijk heel goed op reageert. Dat ik er geen last van krijg. Geen irritaties, geen jeuk, geen droogheden. En dat het mijn gezicht heel goed schoonmaakt. Dat gevoel heb ik althans. Is het vergelijkbaar met deze? Nee, want deze is veel slijmeriger. En deze is veel ja, gladder. Iets minder slijmerig. Ik vind deze in gebruik prettiger dan die. Maar allebei maken ze mijn huid heel goed schoon. En dat gevoel heb ik althans, weet je wel. Je hebt wel eens van die face washes die je dan niet goed van je huid kunt halen. En dat je echt het gevoel hebt van, bah, het plakt nog. Of het is niet goed schoon. Maar dan heb ik met allebei met deze producten het gevoel dat ze dat wel doen. Ik heb het idee dat deze iets beter geschikt is voor de gevoelige huid dan deze. Want deze kan ik ook gewoon rondom mijn ogen gebruiken. Hij haalt geen make-up weg, maar dat belooft hij ook niet. Dus dat hoeft hij dan ook niet te doen, wat mij betreft. Nog een product van NAE uit dezelfde lijn. Maar dan is het de Gentle Cleansing Milk. En dit is dus ook een vegan product. En deze is dus ook van. Deze is 98% natuurlijk origine. Die andere is 99%. En deze heb ik heel vaak gebruikt als face wash. Dus niet om. Ja, hij zou ook make-up weg moeten halen. Maar daar heb ik hem niet voor gebruikt. Want daar heb ik gewoon micellair water voor. Maar ik heb hem echt puur gebruikt. Om mijn gezicht te cleansen. En daar vond ik hem gewoon fijn, heel erg fijn voor. Hij rook een beetje hetzelfde. Ja, hij gaf geen irritatie aan mijn huid of aan de huid rondom mijn ogen. Nou gebruik ik nooit direct cleansing milk op mijn ogen, maar wel ja, om het gevoelige stukje onder mijn ogen. En ik had er geen enkele last van. Ik vond hem heel erg fijn. Nogmaals, ik kan dus niet oordelen of de ingrediënten biologisch zijn. Er zit wel iets minder rozenwater in dan bij het zusje ervan. Maar ik zou deze ook graag aan willen gaan. Hij deed me een beetje denken aan een vitamine E cleanser van de Body Shop. Daar deed hij me heel erg aan denken. Dan tot slot nog iets van de tuinen Holland & Barrett. Het houtskool kleimasker. Deze heb je in allerlei verschillende varianten. Maar ik heb de grijze. Past ook leuk bij mijn trui trouwens. Hier zitten ook goede ingrediënten. Het eerste product is klei, het tweede is water, het derde is charcoal powder en op de tweede regel staat zeezeelt en glycerine. Deze is ook niet geschikt voor de heel gevoelige huid. Ik heb het idee dat hij heel goed schoonmaakt en heel goed reinigt, maar daardoor misschien iets te goed voor de gevoelige huid. Ik zou deze niet aan willen raden als je een hele droge huid hebt. Nou heb ik gelukkig een vette huid, dus dan zijn dit soort producten prima geschikt.
Hij droogt op en je kunt hem eraf halen en je hebt een hele zachte huid eraan overgehouden. Is het fijnste kleimasker dat ik ooit heb geprobeerd? Nee. Ik vind die van L'Oréal heel erg fijn. Die vind ik in die potjes, die vind ik fijner dan deze. Maar het is op zich wel een aanrader, want hij is ook helemaal niet zo duur. En Holt & Barrett heeft ook heel vaak aanbiedingen. Dus een prima masker, maar ik heb fijnere. Waren dit de 10 random review video met allerlei biologische vegan en fairtrade producten? Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Ik wil je bedanken voor het kijken en heel erg tot de volgende video. Vergeet je niet te abonneren trouwens. En dankjewel. Doei!